Goedemorgen, good morning. Het is 20 november en de eerste sneeuw is gevallen. Het vriest ook voor het eerst echt overdag. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Ik weet nooit waar die microfoon zit van dat ding. Mijn vinger erop heb. Het is echt stervenskoud. Het is niet eens zo heel erg veel onder nul, maar het waait. Het is binnen zo lekker, want we hebben ons houtkacheltje aan. Het wordt weer hoogste tijd voor een update. Ik doe hem in het Nederlands, omdat ik veel Nederlandse abonnees heb gekregen erbij. Welkom allemaal trouwens op mijn YouTube-kanaal. Ik heb in het verleden alles verteld waarom we zijn geëmigreerd naar Zweden, inmiddels 3 jaar geleden. Ik zal er nog wat meer op ingaan. Even uitkijken dat ik niet uitglij hier. Hoe glad het is. Dat valt mee. Oké. We staan hier in onze nieuwe carport. Die hebben we gebouwd nadat we ineens heel veel meer parkeerterrein hadden. Want we hebben hier, waar wij wonen, midden in het bos, kleine akkertjes om ons heen. Maar een heel groot bosgebied. Hebben we onze eigen riolering. En we hebben ons eigen water. En de gemeente waar we onder vallen, die wilde dat we de riolering gingen vernieuwen. Dus we hebben hier een beerputsysteem laten plaatsen. Met een alarm erop. Zodat we, als er iets mis is, wij een sms'je krijgen. Dat is helaas verbonden aan elektriciteit. En wat ik daarnet filmde hier, is het uitloopsysteem, een infiltreringssysteem met biomodules, dat op een natuurlijke manier met bacteriën ervoor zorgt dat het water gefilterd wordt en dus eigenlijk schoon water aflevert aan de tuin. Het is dat noemen ze een heugutsreiningswerk, dus een hoog beveiligingsreinigingswerk. Heeft ons aardig wat geld gekost. Ik heb er ook hard voor moeten werken, maar we zijn in ieder geval klaar voor de toekomst. We hebben niemand nodig voor ons afval. Voor onze afvalverwerking. En dan kom ik gelijk eigenlijk bij een belangrijk punt voor onze beslissing om naar Zweden te gaan. Wij willen zoveel mogelijk self-supporting leven. Dat houdt in dat wij het liefst ook onze eigen elektriciteit maken. We hebben ons eigen water uit onze put. Dat komt van 60 meter diep, pompen we omhoog. En ja, dat heeft natuurlijk stroom nodig. Het is hier een beetje een zootje, dat is het eigenlijk altijd. Nou loop ik even naar achteren, naar de achtertuin. We hebben hier 2000 vierkante meter, krap. Voor Zweedse begrippen helemaal niks. Voor ons, voor Nederlandse begrippen, is het luxe. En we gebruiken zoveel mogelijk van die vierkante meters uiteraard. Kippen weten niet wat ze overkomt met die sneeuw. Ze vinden het koud. We hebben kippetjes. We hadden ook konijnen. Voor eigen vlees en eieren. Maar konijnen, ja, konijnen niet voor de eieren uiteraard. Maar die zijn gewoon te duur als je het gaat uitrekenen. Dus die hebben we niet meer. We doen het met kippetjes. Hier ligt windmolenproject nummer 4. 3 stuk zijn gecrashed. Dit is een dynamo uit een motor uit een centrifuge. Die op zich wel stroom levert, maar niet veel. De molen zelf is wel helemaal goed. Hij draait goed, hij went in de wind. Dus dat gaat allemaal prima. Maar nu moeten we nog zoeken naar een dynamo die ons genoeg stroom levert. Zodat we dus een deel van onze stroom kunnen opwekken. Zonnepaneeltjes hebben we ook, kleintjes. Maar 's winters gaat hier de zon onder. Het begint al duister te worden rond 1 uur of 2. En nou ja, we hebben gewoon zo weinig daglicht in de winter. De tijd dat je dus gewoon die zonnepanelen het hardste nodig hebt. Dat het voor ons niet zoveel zin heeft. We hebben daar 2 kleine paneeltjes staan in onze, en dat noemen ze altan in het Zweeds, onze serre. Die laden in ieder geval onze telefoons en laptops op. Dat kan. En dus we wekken wel een beetje van onze stroom op. Maar ja, eigenlijk niet noemenswaardig. Nog een van de projecten. En dat was een van de redenen waarom we naar Zweden wilden. Omdat hier nog de ruimte is en de kosten zo gedrukt kunnen worden dat je niet hoeft te werken als je een beetje reservegeld hebt. Nou, wij verkochten ons huis in Nederland en hadden daar een overwaarde op, een goede overwaarde op. En die hebben we gebruikt hier om de eerste jaren van te leven en een houtstookinstallatie in het huis te laten plaatsen. Moderne. Daar staat mijn man voor het raam.
Dat heeft heel veel geld gekost ook, maar het is een goede investering geweest, want we stoken op hout nu. En dat hout dat mogen we uit het bos halen van onze buren, omdat we voor die mensen werken. Er is een boer waar mijn man helpt met melken. Daar krijgen we dan ook melk gratis van, maar ook hout. Er is een andere, een eigenaar hier van een huis. We helpen zijn moedertje van ruim in de 80. Die krijgt eieren van ons en ik rij er wel eens. Daar krijgen we ook hout van. En we hebben hier een buurman die woont daar in dat huis daarachter. Die heeft heel veel bos en mijn man zaagt daar hout bomen schoon. Dus de toppen gaan eraf en zo. Die toppen mogen we hebben. Die brengt hij ons dan. Dus we hebben eigenlijk alleen maar moeite hoeven we te doen om te kunnen stoken. Zelf het hout zagen en kloven. Dit is onze waterput. Er zit een grote betonnen deksel op. Dus dit is een beetje sier. Daar gaat vogelvoer in, 's winters. Maar hieronder zit dus ingeboord in de grond een leiding 60 meter diep. En die boort, wordt naar een pompinstallatie geleid die het water oppompt. Hier hebben we een deel van ons oude riool, beerput. Dat is nu een brandplek geworden. Daar branden we oud hout, maar daar gaan we ook van de zomer op barbecuen. Hij moet eerst goed gestookt worden voordat hij gebruikt kan worden om etenswaren boven te grillen. Dit is onze kas. Die hebben we gebouwd eigenlijk zoals alles wat we aangebouwd hebben en bijgebouwd. Van afvalhout, sloophout en dingen die we gekregen hebben. Dit is bouwplastic. Het dak is een oud dak wat ergens anders op heeft gezeten. Het hout, dat hebben we geloof ik heel goedkoop kunnen krijgen. Ik maak even een kleine tour door de tuin voor de mensen die het nog niet weten. Het hout dat we hier hebben liggen, dat komt van een afvalberg af. Er worden hier bij zagerijen worden houtstukken gezaagd. Dat zijn eindes of het zijn verkeerd afgemeten stukken. Die worden weggeflikkerd. Het is echt ongelooflijk. We hebben uitgerekend in Nederlandse begrippen dat we voor duizenden euro's hout daar weg hebben mogen halen. En daar hebben we onder andere de carport van gebouwd. Dit is een ton. Alles is tweedehands. Die ton hebben we tweedehands kunnen kopen. Dit is pellethout, wat we weg hebben kunnen halen bij een bedrijf. Dat mogen we. En daar bouwen we ook heel veel van. Dit is het oude kippenhok. Het oude kippenhok is mijn kantoor geworden en een gastruimte. Ik ben schrijver geworden sinds we hier wonen. Ik heb al aardig wat boeken uitgegeven ook. Daar is nu ook de tijd voor. En dat is een van... Ja, ook van die dingen die je krijgt als je kiest voor meer vrijheid. Het is best een grote gok geweest om de banen los te laten. Want ik had een goede baan. Wel een stressbaan. Ik had ook een eigen bedrijf daarnaast. En er waren weken waarbij ik 60 uur per week werkte. En daar word je niet echt gelukkig van. Mijn man had een baan en die had ook al 6 organisaties, reorganisaties overleefd. En die werd alleen maar gefrustreerder. Dus die had zoiets van, ja, van mij hoeft het ook niet meer. Dus we lieten 2 banen los, 2 inkomens met een studerend kind van over de 20, wat aardig wat kostte. En dat was dus een gok, maar uiteindelijk hebben we het gewoon gedaan. En we zijn er ongelooflijk op vooruit gegaan. Nou is het wel zo dat we dit huis al eerder hadden gekocht. Het huisje kostte echt helemaal niks. Tweedehands autoprijs was ook helemaal niks trouwens. In 2005 hebben we het gekocht als zomerhuisje. En toen zijn we aan het verbouwen geslagen, elke keer dat we er waren. We kwamen niet alleen in de zomer, maar we kwamen in elk seizoen. Zodat we ook wisten hoe het voelde om hier bijvoorbeeld in een langere koude winter te zitten. Lange donkere dagen van de koude winter te zitten. Maar ook tijdens herfststormen en in februari en noem maar op. Dat is ook echt heel erg belangrijk als je zelf denkt te emigreren naar een land. Ga dat niet gelijk in één keer doen op het gevoel af, maar stop er tijd in. Zeker als je kinderen hebt. Even terug naar dat hout. Dit hout is allemaal van die afvalstapel, alles. We hebben er niets voor betaald. Het enige wat we gekocht hebben is het dak, want dat is een platendak. Dat gaat 50 jaar mee. En perspexplaatjes, die onze ruitjes zijn daar. Dat is alles wat we gekocht hebben. De verf komt van een fabriek af waar mijn zoon heeft gewerkt. Dat gooi je dus ook weg. Dat hebben we ook mogen meenemen. Dus ook dat heeft niets gekost.
Ik weet niet of dat in Nederland ook mogelijk is. Maar in ieder geval hebben wij heel veel energie gestoken in een sociaal netwerk hier. Waardoor dit soort dingen allemaal mogelijk zijn geworden. Nou, denk je zelf om naar Zweden te gaan? Je kan natuurlijk naar allerlei landen emigreren. Je hoeft ook helemaal niet te emigreren als je denkt van ik wil mijn leven omgooien. Ik heb daar 2 boeken over geschreven. De eerste is in 2013 uitgekomen en de tweede komt nu in december uit. De eerste heet Zweedse Buren. Mijn naam is Lieneke Breukel en daarin beschrijf ik vooral de emoties vooraf en tijdens de emigratie en ja, ook wel leuke anekdotes en zo. Als je naar Zweden zou willen emigreren, dan zijn er toch wel dingen waar je op moet letten. Wil je self-supporting worden? Wil je voor je eigen groente en fruit zorgen bijvoorbeeld? Oeh, het is super glad. Ik denk dat ik maar gewoon even voorzichtig terug ga. Dan moet je wel zorgen dat je niet te noordelijk gaat zitten. Want dan kom je in de problemen met je fruitbomen. En je hebt sowieso een kast nodig voor de meeste groenten. Tomaten bijvoorbeeld, de kwetsbare groenten. Kolen kunnen nog wel buiten. Ik heb ook nogal kolen buiten staan. Alleen hier barst het van het wild en die vinden dat ook erg lekker. Dus je moet het dan beschermen. Dat is natuurlijk overal. Maar we hebben hier heel veel fruitbomen. Ik heb een paar appelbomen staan. Ik heb een paar pruimenbomen. Ik heb kersenbomen. Ik heb hazelaars. Ik heb mispel. Kweepeer heb ik staan en ik heb heel veel bessen soorten. Ik heb 2 soorten bramen, ik heb zwarte bessen, ik heb hoe heet die dingen? Bosaardbeidjes, kruisbes, framboos. Ik zal ongetwijfeld een paar vergeten. En dat oogsten we, ik maak het in. Ik maak er gems van, sappen van, moes van, perenbomen trouwens ook staan. En we proberen elk jaar een voorraad groenten te kweken die we kunnen inmaken of invriezen. Even denken, dat is dus één ding. Als je wil emigreren naar Zweden en je wil voor je eigen eten zorgen, dat je niet te noordelijk gaat zitten, zodat je dat niet meer kan als dat belangrijk voor je is. Een andere zaak in Zweden is dat je pas een persoonsnummer krijgt, net zoiets als het BSN-nummer in Nederland, als je economisch actief bent. Nou heeft Europa afgesproken dat Europeanen vrij mogen reizen en wonen binnen Europa. Maar Nederland zegt als je gaat emigreren naar een ander land, dan heb je gelijk geen zorgverzekering meer. En dat is eigenlijk tegen die Europese afspraken in. Zweden reageert daarop met het verhaal van ja, dat is dan erg leuk. Je hebt geen zorgverzekering, maar dan kom je hier ook niet binnen onze zorgverzekering. Want wij gaan dat probleem voor Nederland niet oplossen. Dat betekent dat je hier een baan moet hebben of een bedrijf moet hebben. Of in ieder geval economisch actief moet zijn. Met andere woorden, je moet een belastingbetaler zijn, wat ik logisch vind. Voordat je mee mag doen aan de sociale voorzieningen. Dat heeft voor ons ingehouden, want die regel was aangescherpt net voordat wij gingen emigreren. Ik dacht dat ik alles netjes had uitgezocht, maar dat gold niet meer. Ik ben hier geforceerd nog opnieuw mijn eigen bedrijf moeten beginnen. En op die grond heb ik een persoonsnummer gekregen en mijn man kon daarop mee fietsen. Die kreeg het ook. Maar onze zoon, die toen al volwassen was, die is zelf ook een bedrijf moeten beginnen om aan een persoonsnummer te komen. Nou hoeft dat op zich niet zo heel veel voor te stellen, want wat ze willen weten is van nou ja, heb je al een klant gehad, dus je moet 2 rekeningen laten zien en je visitekaartje bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je in ieder geval begonnen bent met een bedrijf. Ze snappen natuurlijk dat je geen geld verdient de eerste jaren. In ieder geval heb je dan recht op een persoonsnummer. Nou weet ik helemaal niet, want het is nu 2015, we zitten midden in de vluchtelingencrisis, of dat nog aangescherpt wordt of niet. In ieder geval, als je dat persoonsnummer hebt, dan kom je hier, dan moet je je laten registreren bij de verzekeringskassa, zoals dat heet. De sociale verzekeringsbank is dat. En dan wordt je AOW ook weer opgebouwd, want dat is een Europees recht. En vaak zelfs met terugwerkende kracht. Vanaf je datum dat je binnen bent gekomen. Dat is in ieder geval voor mij 2 keer of zo, maar voor mij niet. Heel raar, maar dat zal aan de ambtenaar hebben gelegen. Ik heb een AOW gehad van 8 maanden, de jongens niet.
En dan ben je ook verzekerd voor de zorg. En het zorgsysteem hier is anders. Je hebt hier ook een eigen risico, wat trouwens nu inmiddels lager is dan in Nederland. Voor de dokter en voor het ziekenhuis. Ziekenhuis bezoeken alleen, dus als je op bezoek gaat bij een specialist. En dat is tot €300 per persoon per jaar. Daarna krijg je een freekoort, een vrijkaart. En dan mag je dus gewoon verder gratis. Medicijnen heb ik tot nu toe wel betaald. Ik heb niet zo heel veel medicijnen, maar oogdruppeltjes en dat soort dingen. Dat betaal ik dan. Maar voor de rest betalen we niets. Dus als je het vergelijkt met Nederland, met al die dure polissen, daar heb je dus hier geen last van. Dat is een enorm voordeel, want dat betekent dat wij dus niet die hoeveelheid geld hoeven op te hoesten elke maand. Ik loop een beetje rond te draaien, omdat ik eigenlijk mijn verhaal op dit moment belangrijker vind. Maar ik kan ook wel naar binnen gaan trouwens. De jongens gaan de winterbanden eronder gooien, want ik moet nu 5 nachtdiensten draaien. En dan moet ik 40 kilometer door het bos. En het kan onwijs glad worden. Dus dan heb ik in ieder geval een beetje meer grip. Dat is dus het verhaal Zweden. Andere landen weet ik niet hoe dat geregeld is. Maar alle landen die bij de EU horen hebben afspraken gemaakt over zorgverzekering. En dat is een van de belangrijkste dingen als je gaat emigreren. Dat je je daarop voorbereidt. Van hoe zit dat in dat land waar ik heen ga? En wat moet ik van tevoren regelen? Als je nog steeds inkomen uit Nederland hebt, bijvoorbeeld een uitkering of pensioen, dan moet Nederland jouw zorgverzekering doorbetalen. Dus dan moet je zorgen voor een registratie bij je zorgverzekeraar, dat je dus naar het buitenland gaat. En daar moet je heel erg mee uitkijken, want als zij vinden dat je permanent naar het buitenland gaat, dan kunnen ze ook nog eens zeggen van, als je een sociale uitkering hebt, nou, dan mogen zij die sociale uitkering gaan betalen aan dat nieuwe land. Ik loop inmiddels naar de woonkamer. Het is hier echt een zootje. Dan kan ik je laten zien dat wij constant bezig zijn met projecten. Dit kacheltje hadden we al. Maar ze zijn hier in Zweden, omdat de meeste huizen van hout zijn. Ook ons huis. Zijn ze heel voorzichtig met brandveiligheid. Logisch. En dit kacheltje hebben we door een bedrijf laten installeren met een geïsoleerde schoorsteen nu. Dit huis is niet zo heel oud. Het is van 1950 ongeveer. Maar alles was afgekeurd. En nu kunnen we deze eindelijk branden. Nou, net op tijd. Voor de mensen die nog nieuw zijn en niet zoveel filmpjes hebben bekeken, zal ik nog even teruglopen naar de keuken. Deze installatie, dit kun je vergelijken met een agerkoeker. Een houtgestookte oven en kookplaat. Maar hierachter zit een 19 liter tank, 19 liter water, die in verbinding staat met een watersysteem in de kelder. En dat verwarmt ons water in huis, maar ook ons douche- en keukenwater. Nou zie je daaronder, die bar, ik heb tegenlicht, zie ik. Daar zit een plaat. Voordat wij emigreerden, hebben wij op Marktplaats tweedehands platen gekocht. Die waren vaak niet duurder dan €5. Alleen het rijden naar door heel Nederland om die dingen op te halen kostte wat geld. Maar hier zijn die waterplaten bijna niet te krijgen, die waterelementen. Alles gaat hier op elektriciteit bij die Zweden. Dus we hebben daar echt tijd in gestopt. En mijn man heeft dat hele systeem aangelegd zelf met die elementen. Maar dit moest aangelegd worden door een installateur uiteraard. Verzekeringstechnisch is dat belangrijk. Het lijkt op de duikboot van Captain Nemo. Was ook niet goedkoop. Maar hierin zit 750 liter water. En in die tank zit nog een tank met, ik dacht, 120 liter water. En dat is een soort boiler. Wordt allemaal tegelijk verwarmd via die buizen. Het is niet mooi. Maar daarachter, daar staat in de keuken mijn chuckspannen, zoals dat heet. De keukenketel. Ideaal systeem. We stoken gratis. Er zit hier een pomp op, een circulatiepomp, maar die hebben we niet aan. Die helpt alleen maar als je bijvoorbeeld, als het heel koud is en je wil dat het water sneller door je systeem gaat, dan helpt die. Maar dat vinden we nu niet nodig. Er zitten zekerheidsdingen op die elektriciteit nodig hebben. En zo zijn er meer zaken die elektriciteit nodig hebben nog steeds. Dus echt off the grid kunnen we in dit huis niet leven, of we moeten het echt heel erg aanpakken. Maar het is maar net waar je zelf je persoonlijke grenzen trekt. Voor ons was het belangrijk dat we maandelijks genoeg geld hebben
om rond te komen. En nou ja, we aten eigenlijk alleen maar geld op. Ik verdien nog niet zo heel